Hallo lieve vrienden, hoe is hij daar? Hier is hij. Ietsje beter. Ietsje beter. Ik hoest minder. Ik ben minder verdrietig. Dus het gaat al wat beter. Ik ben vaak ziek, krijg ik te horen. En dat klopt. Ik weet ook niet wat daar de oorzaak van is. Kijk, luister. Ik denk dat het een... dat mijn ouders gewoon niet in hun beste doen waren toen ze mij gemaakt hebben. Ik denk maandagochtend met een kater of zo. En tot besluit komt er dus een jantje uit. Vaak ziek. En heel veel onderdelen van het lichaam wat niet helemaal functioneert. Maar we hebben er maar mee te doen, dames en heren, jongens en meisjes. Want je krijgt wat je krijgt. En je hebt wat je hebt. En dan kan ik de hele dag over zeuren. Van ja, en ik heb slechte ogen en slechte knieën. En mijn haar wil niet groeien. Maar wat doet het ertoe? En wat doet het ertoe? Je moet blij zijn met wie je bent en wat je hebt. En laten we eerlijk zijn, de meest perfecte mensen zijn meestal helemaal niet perfect. Dus ik ga er ook niet verder over zeuren. Het is wat het is. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik heb er toch wel weer zin in hoor. Appels. Voor juni komt mij 6 appels op een rij. Ja, zo goed ben ik nou ook niet, want ik ben heel gelijk te hoesten. 6 appels op een rij. Hoe verzint hij het? Achmed, hoe verzin je het? Aan de andere kant is dit wel een hele interessante, want we kunnen dat altijd allemaal merken. Ze zitten hier te fretten en te drinken. We kunnen natuurlijk ook gewoon basisproducten reviewen. Want wat vindt Ome-Jan nou het lekkerste appeltje van deze 6? Oh, Ome-Jan, jij eet vast heel weinig appels gezien dat enorme ronde hoofd van je. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik eet... Als er toch een reden is, naast dat mijn ouders wat productiefoutje hebben laten liggen tijdens het maken van mij... Zou het ook wel iets te maken kunnen hebben dat ik niet zoveel fruit eet? Ik ben niet zo van de zoet. Dus ook niet van de fructose. Dus het doet me weinig. Maar het is natuurlijk wel ongezond. Daar krijgen we allemaal ziektes van. Eet je dan helemaal geen fruit? Jawel, ik eet wel fruit. Maar niet heel vaak. Niet elke dag. Je moet elke dag 2 stuks fruit eten. Ja, daar kom ik niet aan. Nou, per week denk ik wel. Maar dat is niet handig, hè? Het is wat het is. Welke appels ken je, Jan? Welke reageer je dan? Als iemand die zegt dat hij heel af en toe een appeltje eet. Hè? Nou, dat is de Granny Smith. De Granny Smith, want die is hartstikke groen. Dat is de Golden Delicious. Die herken ik aan geel met stipjes. En dan houdt het helemaal op. Lijkt me dat dit een L-star is. Ik weet het niet. En dit lijkt allemaal op elkaar, behalve dat deze iets groter is. Het voordeel, zien jullie al, is dat er een stickertje op zit. En daar staat gewoon op hoe het heet. Dus dat kunnen we gewoon oplezen en dan zijn we klaar. Golden Delicious, ding 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 ding. Elstar, ding 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 ding. 2, punt van Jan. Granny Smith, ding 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 ding. 3, punt van Jan. En hier heb ik niks genoemd, dus er blijven 3 punten. Yes, dat weet ik helemaal niet. Royal Gala, ook leuk. Fuji. Inclusief een wormhole of een rottingsplekje. Gadverdamme. Jan, heb je nog iets interessants te vertellen over appels? Van appels maken ze appelsap en appelmoes. En ook appeltaart. Ja, weet ik veel wat moet ik nou vertellen over appel? Waar niet dat ik wel weet dat de groene appel de minste suikers bevat. En de meest rode appel de meeste suikers. Ja, Jancyclopedie. Serieus, dat weet ik. Als jij heel veel jazz appels eet, dan word je dikker dan dat je heel veel Granny Smith appels eet. Deze is ook wel wat zuurder. En deze is meer en meer zoet. Oh ja, je net wist je nog niet eens dat die appel jazz is. Dat weet ik, maar om de rode kleur, weet je dat. Laten we dan maar gaan proeven. Ik ga er niet een al te grote show van maken, want ja, we moeten zeggen van een appel. Golden Delicious.
sappiger, zoete appel, stevige schil van binnen, niet hele volle smaak of zo. Elstar. Er is ook trouwens een prijsverschil, hè? Want de Elstar is bijvoorbeeld ram goedkoop en de Golden Lish is ook niet zo heel duur. Maar deze soort appels zijn opeens weer heel veel duurder. Ja, waar dat ook komt, het zal wel dat dit vaak uit Nederland komt en de rest dan geïmporteerd wordt. Ja, ik wil niet heel treurig doen, maar als we dan de hele dag lopen te zitten jammerhouten over het klimaat, begrijp ik niet helemaal dat je appels vanuit Zuid-Amerika aan deze kant op vliegt. En dan een Nederlands appeltje. Hoe am I? Elstar. Frisse appel. Een stukje zuurder. Dan ook wel delicious. Smaakt naar appel. Ja. Gewoon eigenlijk een basisappeltje. Wel een stukje minder suikerhap dan die Golden Delicious. Wat helemaal weer niet klopt, vandaar dat is rood. Maar goed, wat doet er nou helemaal toe? Granny Smith. Als ik een appeltje in huis heb, is het vaak Granny Smith. Omdat iemand mij vertelde dat die minste suikers bevat. En ik hou van het harde. Bunkerharde appel is dat. Een goede Granny Smith is licht zoet, vreselijke stevige schil en een heel stevig appeltje. Als je hier in bijt moet je geen kunstgebit hebben, want dan hangt hij er nog steeds in als je terugdekt. Ik vind het een lekkere appel. Totaal andere smaak dan de appelsmaak van Golden Lish's en de Elstar. Dan gaan we over naar de Fuji. Ik pas even op voor dit dingetje. Hier heb ik nou echt geen trek in. Want om zo'n rotplekje is dat een melig. En als Omian ergens een ongelooflijke bloedschurf aan heeft, is het wel melige appels. Dus een appel waar je in bijt, waar je doorheen bijt alsof het appelmoes is. Alleen dan heeft het dan niet helemaal de smaak van appelmoes, maar wel de structuur, namelijk snot. Ik eet geen appel voor snot, ik eet een appel voor de bite. En de Fuji heeft een bite. De Fuji appel is heel zoet. Totaal geen zuurtje. Ik vind het een oké appel, maar de smaak eigenlijk valt wel tegen. Een beetje waterige smaak is het. Maar wel heel zoet. De structuur is gewoon appel, niet zo keihard als Granny Smith. Een schilletje is dun. Het is een van de duurste appels die er zijn, Fuji appel. Weet je waarom? Weet ik niet. Fuji is volgens mij een berg in Japan. Waarom die daarna vernoemd is, dat weet ik niet. Het lijkt me stil dat die appelen uit Japan komen. Ja, ik kan nu wel opzoeken, maar daar heb ik geen zin in. Dan hebben we de Royal Gala. De Royal Gala is in ieder geval een mooi appeltje. Vind ik echt een mooi appeltje. Het is ook een klein appeltje. Een klein appeltje. Een klein soort, de Royal Gala. En ik weet niet hoe die proeft. Hark, een harde appel. Harde schil, harde bijt. En die is zoet. Geen zuurtje. En het fijne hiervan is, hij is heel fris. Dus hij is zoet en fris. Wat die Fuji minder had, die was eigenlijk meer een beetje melig. Je deed een lekkere, hard, zoet, fris appeltje die er echt zin in heeft. Ik denk dat als je allemaal appels op een rijtje zet en ze zouden karakter hebben, dat het Royal Gala appeltje heel vrolijk was. Dat hij zei, oh, ik ben zo blij dat ik een appeltje ben. En een irritant appeltje ook trouwens. De laatste is de rode. Dit is de appel waar Sneeuwwitje. Wat gebeurde er nou met Sneeuwwitje? Die had ook een rood appeltje. Volgens mij stikte die erin. Die stikte erin. En
Ja, dat is niet handig, je moet niet te grote happen nemen. En nou, allemaal gedoe, die kabouter ze helemaal van verslag. En toen kwam er een prins en die zoende haar dan op de mondje. En toen hoestte ze zo dat stuk appel uit. Toen gingen ze trouwen, allemaal leuk en aardig. Nou, je begrijpt het al, dat we in deze tijd dit niet meer mogen weten. Want woke gekkies hebben gezegd dat ze werd gekust zonder consent. Oftewel, ze heeft geen toestemming gegeven aan die prins om haar leven te redden met een kus. Het is een aanranding. Dus we mogen dat gedeelte mogen we niet meer voor vertellen aan onze kinderen. Maar hoe zit het met de jazz, appel? Waarom heet die jazz? Hou ik van jazz? Ik hou van jazzmuziek. Amen. De rode appel. Jezus. Nou, die rode appel steekt dus waar ze kan smaken. Heel anders dan zijn broeders aan deze kant. Stevig hard appeltje. En de smaak is zoet. Heel zoet. Maar er zit ook een andere smaak aan. Oh Jan, welke smaak is het dan? Ja, weet ik veel. De smaak van jazzappels. Dit is appel, appel. Appel, appel. Nou, deze is ook een beetje van anders smaak. Deze is anders smaak, deze is anders smaak, deze is van anders smaak. En dit is eigenlijk inwisselbaar. Mm. En wat doet het appeltje? Ik vind het... lekker vis appeltje. Kijk voor de cijfertjes! En, ik ga ze even op volgorde leggen waarvan ik dacht van ja, ach ja. En oh jee, en nou ja, het zal wel. Zo. Ik ga het even snel af, jongens, want de tijd begint te dringen en het is weekbreak. Dus op woensdag weekbreak. Moeten we even opschieten, want ik moet nog allemaal dingen doen. De Golden Delicious, die hadden wij vroeger thuis. En dit is geen aanklacht tegenover mijn moeder. Alleen, ik vind het toch maar een melig appeltje. Ik vind er eigenlijk heel weinig aan. Die krijgt van mij gewoon een, eigenlijk een 4. Een beetje weinig aan. Nou, dan hebben we hier de Fiji. Ik weet niet of het komt omdat er een rottingsplek hier zit. Maar die viel me heel erg tegen. Het is een hele dure appel. Ik vind de smaak tegenvallen. En het is, ja, er zit eigenlijk niet zo heel veel smaak in. Ja, dat vind ik een beetje zonde. De Elstar appel komt uit Nederland. Is ramgoedkoop. Is gewoon een prima appeltje. God, ik heb vergeten een cijfer te geven. Dat is een 5. Elstar appel is gewoon een prima appeltje. Goedkoop. Lekker keihard appeltje. Niks mis mee. Een 6. De Jazz appel is een vrolijke, blije appel. Dat is echt een appel die zegt, yes, ik ben een jazz. Staat er nergens op. Hard appeltje, zoet appeltje, maar goed, 7. De Granny Smith, hard appeltje, zoet appeltje, 7. En de winnaar is onze vrolijke vriend van de Royal Gala. Ja. Ik vind het een heel smaakvol appeltje. En ook hard en zuur, zuurtje, zoetje. Prettig appeltje. Royal Gala, die krijgt dus een 8. Zo, ik ben er wel een beetje appelig van. Ik hoef 2 maanden geen fruit meer te eten. Ik wens jullie een prettige dag. En maak er iets moois van. Och.